Voor de foto-expositie Kopstukken, onderdeel van Artie Tiele in 2016, fotografeerde Rafael Drent 90 markante Tielenaren. Bekende Nederlanders die opgegroeid zijn in Tiel, zoals acteur Fetja van Huet, acteur Gijs Scholten van Aschat, volkszanger Frans Duits en voetballer Simon Tahamata. Maar ook lokaal bekende Tielenaren als de stadsnomade Rob Veenstra en travestiet Toetie. Het Flipje en Streekmuseum en het College van Tiel hebben besloten de collectie aan te kopen voor een bedrag van €5.400 en zo te behouden in het kader van het Tielse erfgoed. Het is net of heel Tiel erop staat. Dat gevoel heb ik als ik deze expositie zie. Het is een heel labyrinth geworden. Ik denk dat het van de week dat u dat nog eens rustig moet komen bekijken, want we zijn in de weekenden open en dan kunt u ook nog eens rustig door dit labyrinth lopen. Ik ben een Arnhemmer van geboorte, maar ik woon inmiddels al 25 jaar in Tiel. En Tiel is echt mijn stadje geworden. En ik vind echt dat wij ook onwijs leuke mensen in Tiel hebben. Ik had een lijst van eigenlijk wel 200, 250 namen, maar ik moest natuurlijk ergens een keer stoppen. Maar ik had eigenlijk nog heel lang door kunnen gaan en misschien dat ik dat ooit ook nog wel ga doen nog. Maar ik vind wel dat dit een goede afspiegeling is van de leuke mensen die we hebben in Tiel. Flipsje! Ja. Ja, en hierbij verklaar ik de tentoonstelling geopend en ik wens u heel veel plezier. En dat is het eigenlijk. Tot later.